Stel uzelf voor in exact 30 seconden. Ik ben Ann Speekaert, afkomstig van Sint-Pietersleeuw. Ik ben daar schepen van jeugd, onderwijs, kinderopvang, speelpleinwerking en gezin. Ik sta op plaats 7 op de lijst van het Vlaams parlement en ik kom op voor CD&V. Ik ben mama van Mauro en Thibaut, twee jongens van 6 en 9 jaar. En mijn hobby's zijn lopen, volleybal, tennis, zwemmen. Dus ik hou wel van sport. En ik ga binnenkort ook deelnemen aan de 10 miles van Antwerpen. Waarom stapt u in de politieke strijd? Ik ben eigenlijk opgegroeid met politiek. Mijn vader was ook politicus in Sint-Pietersleeuw. Hij is daar schepen, 24 jaar lang schepen geweest. Maar dus politiek heeft in ons gezin altijd een belangrijke plaats ingenomen. Maar ik ben ook heel sociaal en graag onder de mensen. En ik hou er wel van om mensen te kunnen helpen. En dat is de reden waarom ik in de politiek ben gestapt. Welke quote heeft u gekozen? Ik heb als quote gekozen dat ik mij wil inzetten voor een positieve samenleving. Ik vind dat heel belangrijk dat mensen... Ik ben schepen van jeugd in Sint-Pietersleeuw en ik zeg altijd, als wij de wereld zouden bekijken door de ogen van een kind, zouden wij heel aangenaam verrast zijn over de manier waarop kinderen naar de wereld kijken. En dat is met veel verwondering en met heel veel positivisme en het positief kijken naar dingen leidt tot oplossingen. En veel meer dan enkel kijken naar problemen. Dus vandaar de quote: laat ons inzetten voor een positieve samenleving. Wie zijn uw politieke voorbeelden? Ik heb sowieso Koen Geens en Peter Van Rompuy, onze lijsttrekkers van CD&V voor Vlaams-Brabant. Ik heb met die mensen nu kennis gemaakt en al kunnen samenwerken. En ik vind dat die eigenlijk wel heel aanspreekbaar zijn en heel dicht bij de mensen staan. En dat vind ik een heel belangrijke voor een politieker. Je moet tussen de mensen staan en aanspreekbaar zijn. Luisteren naar wat mensen te zeggen hebben. En in die fijne samenwerking heb ik dat nu al gemerkt dat zij die kwaliteiten echt wel hebben. Nog een ander groot voorbeeld was Hilde Krevits, onze minister van Onderwijs. Omdat ik ook schepen ben van onderwijs, heb ik met haar ook al contact gehad. Ik vind dat zij ook heel aanspreekbaar is. En ja, een sterke vrouw. En dat is toch wel een voorbeeld voor mij in de politiek. Ik zou graag ook op die manier, zoals dat zij dat aanpakt, mijn politieke carrière ook aanpakken en vormgeven. Wat zijn uw politieke interesses? Ik heb het al een paar keer vernoemd. Ik denk dat mijn lokale bevoegdheden nauw aansluiten bij mijn interesses, zijnde jeugd, onderwijs, kinderopvang. Dat zijn de zaken waarvoor ik lokaal bevoegd ben. En dat interesseert mij ook wel. Ik ben ook mama van twee jonge kindjes. Vandaar ook mijn interesse in die portefeuilles. Ik vind sport ook heel belangrijk, beweging. Dat we dat kunnen combineren, zowel in onderwijs als op het vlak van jeugd, zijn toch wel een aantal zaken die ik belangrijk vind. Wat kan er anders en beter in de politiek? Wel, ik denk ook door dat het politieke landschap op dit moment wat versnipperd is. Dus wij hebben heel veel partijen die allemaal een bepaald aanbod hebben. En ja, daar wordt dan gestemd. Die moeten allemaal kunnen samenwerken. Maar tot wanneer, wanneer dat je je compromis hebt bereikt, is dat vaak wat afgevlakt en dat werd soms verlammend. Dus dat is een beetje, denk ik, hetgeen dat niet zo goed werkt in de politiek. Men heeft hele goede ideeën, hè. Ideologieën ook, die je wenst in uitvoering te brengen. Maar door het feit dat je altijd compromissen moet zoeken en dat iedereen een beetje naar zijn eigen electoraal gewin moet kijken, dat werkt soms een beetje verlammend en dat is wel spijtig. Welk voorwerp heeft u meegebracht? Ik heb mijn looptruitje van de joggingclub De Leeuweriken meegebracht. Dat is onze loopclub van Sint-Pietersleeuw. Ik zal het misschien even tonen. Dus dat is met het logo op, mijn looptruitje. Zo.
Dus ik vind sport heel belangrijk. Vooral lopen is ook heel belangrijk. Soms als ik zo wat vastzit met ideeën en ik trek mijn loopschoenen aan, ik ga eens een toertje lopen, dan meestal vind ik wel, kan ik mijn hoofd zo vrijmaken en vind ik wel meestal een oplossing voor hetgeen waarmee ik vast zat. Dus dat helpt mij ook ontspannen. Ik vind dat ook een gezonde manier van bewegen. En zeker in onze loopclub, het is ook een sociale bedoeling. Dus ik neem mijn kinderen mee. Er is iemand die met de kinderen apart naar het Colomapark gaat om daar met de kinderen wat bezig te zijn. En dan de volwassenen gaan in verschillende groepen, verschillende tempo's gaan lopen. Dus het is ook, het is niet alleen sportieve ontspanning, maar het is ook een sociaal gebeuren wat dat heel fijn is.